Ik had wel wat mascara op mogen doen. Nee, we doen het gewoon blanco, zoals het echt is. Vanuit niets naar iets. Dat is de tijd. We willen zien echtheid. Ja, lol. Jij moet op afstand blijven. Zeker, 1,5 meter, maar social distance. Ik maak me al 100 jaar op. Ja. En ik wil het gaan kunnen, de make-up, gaan kunnen doen zoals jij het altijd bij mij doet. Want ik kan me wel een beetje opmaken, dat doe ik ook bij andere mensen. Ja, je kan je zeker opmaken. Maar niet zoals jij het doet. En dat is ook wat mensen altijd vragen. Nou, dan is het denk ik belangrijk dat we gewoon zeg maar de hele make-up ABC gaan doen. Ja. Dus van de primer tot aan de foundation, tot aan het shapen. We beginnen met een soort primer, een product wat je gebruikt op je gezicht na je dagverzorging om je huid optimaal te beschermen tegen de make-up. En de vraag krijg ik altijd, waarom een serum, waarom een primer? Waarom een serum, waarom een primer? Precies. Nou, je moet het eigenlijk zien met het behangen van een muur. Als jij... Ja, het is, ja ik kan... Granollen. Ja, nou, kijk, als een muur gegranold is, en dat kun je vergelijken met een huid, en je doet daar behang overheen, dan krijg je nooit een mooi glad effect. Ja. En zo werkt eigenlijk een primer ook. Ik heb mijn huid geprimed. Je hebt je huid geprimed. En dan zie je, kijk, wat een mooie glow. Ja, nou... Je bent eigenlijk klaar. Nu nog niet om aan te zien. Wat moet ik hebben? Nou, ik denk deze. Ja, dan heb je de blender. Dat is altijd een maar mag ik iets vragen? Je mag zeker wat vragen. Ik doe altijd zelf eerst de concealer. Ja. En ik doe liever eerst... Ik doe dat niet. En ik doe dat niet. Ik doe liever eerst de foundation. En dan daar waar nodig nog een klein beetje concealer. Als je namelijk eerst concealer doet, doe je vaak te veel concealer. En dan moet je nog foundation doen. En waarom heb je nu twee? Omdat je even moet testen welke kleur eigenlijk voor jou het beste is. Het allerbelangrijkste is de kleur van de foundation. Veel fouten worden gemaakt is dat de kleur niet goed is. En daarbij is dan de meest gemaakte fout te donker. En waar moet ik hem op testen? Ik denk aan de binnenkant van je hand. Maar hou de binnenkant van je hand nou eens bij je gezicht. Nee, het is toch niet dezelfde kleur? Nee, gelukkig niet. Nee, dat bedoel ik. Blauw zijn. Sorry hoor, maar ik vind het wel stom dat jij me dit nu pas vertelt. Ja, je hoeft het toch normaal zelf niet te doen? Nee, maar waar dan op? Zie je het verschil? Op binnen, wat is het dan? Wat is de juiste? Zie je het verschil? Ja. Dus waar test je nou je product? Waar breng je het aan? Op je gezicht. Ja, en kijk of die kleur versmelt in je huid. Oh, dit ziet er dat ziet er mooi uit. Goed uit. Maar je doet het nu best wel een beetje op. Probeer daar een klein beetje het systeem in aan te houden. Dus begin boven en doe heel luchtig. En eerst de bovenkant afmaken. Want je gaat weer van hup, hup, hup. Je verspringt van boven naar beneden. Maar je begint boven. Juist. En dan is eigenlijk daarna de stap concealer. Oké, dat doe je wel. Dat vind ik wel echt een te gek product. Dat is dit? Dat is die. Ja. Eigenlijk een paar stipjes onder je ogen, waarbij je ook vooral de binnenkant van je ogen moet doen. Ja, daar. Naast daar kijk je, waar zijn nou schaduwgedeeltes in je gezicht? Kijk even naar die lijntjes. Oh, ja. En mag ik het met mijn vinger doen? Kan, maar ik zou het met een penseeltje doen. Dat vind je helemaal niet erg, hè? Dat je niet bij me mag komen. Nou, dat vind ik eigenlijk heel erg. Ja, het is heel erg. Geen reet aan. Het liefst zou ik het zelf doen. Ik zit echt zo, oeh. Nou, ja, nee, maar dit moet. Het zal mijn tijd duren. Kijk, make-up is niet het allermoeilijkste dat er is. Echt niet. Maar je moet het gewoon wel goed doen, weet je wel, en niet zo erop gooien. Dus je moet het heel mooi blenden. En elk stapje wat je doet, moet iets toevoegen. Dus als je bij wijze van spreken nu een beetje mascara op zou doen en lipgloss, dan zou dat al goed zijn. Oké, dat heb je gedaan. Nu gaan we shapen van je gezicht. En dat kun je op twee manieren doen. Dat doe ik zelf nooit, als je mezelf opmaakt. Nee. Dus je kunt shapen met een crème, dus dan is de volgorde na je foundation, dan doe je die crème shaper en dan poeder. Of je doet een poeder shape. En wat vind jij interessant? Wat vind je fijn? De crème. Oké, dan pak je dat tubetje, ja, naar je dopje eraf. En als je het nou moeilijk vindt om te weten waar je die shaper aanbrengt, zuig je even je wangen in. Dan ontstaat er een lijn richting je oor. En dan ga je vanaf je oor, daar begin je met het stippelen, tot ongeveer halverwege je wang. Klein stipje tegen je kin. Klein stipje tegen je neus. Oké, dan pak je weer je beauty blender. Ga je tamponeren, plop je het erin. Boven naar beneden? Ja. Blenden. En niet smeren, niet vegen. Maar dit is dus dat blenden. Er een schaduw valt. Ja, is dat er een schaduw valt in je gezicht. En omdat je het over een foundation doet, dus het is crème op crème, kan je het heel mooi blenden. Snap je? Ja.
Daarom vraag ik altijd, wil je gepoedershaped of wil je gecreme-shaped? Dat is het grote verschil. Want als je gepoedershaped wilt, moet je eerst poederen. Dan is het droog en kan je er een poeder overheen doen. Ja. Oké, nu gaan we daar waar nodig poeder gebruiken. Heel klein beetje poeder, niet te veel. Van boven, ook van boven. Heel klein beetje. Maar kijk ook even, waar zit je glans? Kijk, nu zie je eigenlijk dat je voorhoofd al wat matter wordt. Ja. Dat vind ik mooi. Het moet er niet uitzien alsof je koorts hebt. Nee. Maar een klein beetje glans kan mooi zijn. Dan het laatste stapje voor het maken van de perfecte canvas, dat is een bronzer. Het geeft een beetje dat sun-kissed gevoel, weet je, alsof je een terrasje hebt gepakt. Je doet een heel klein beetje bronzer pakken, doe je een beetje daar. Een beetje op de plek van je rouge. En kijken wat je doet. Zie je, dit is al mooi. Zie je? En wat heel mooi is, een J-Lo, Jennifer Lopez trucje, is helemaal je contourlijn een beetje doen. Oh, waarom doen ze dat dan? Ja, dan krijg je een gezichtje in een gezicht. Dat is heel mooi. Omdat je anders te grote kop hebt. Zo kun je het ook uitleggen. Zie je hoe mooi dat is? Ja. En jouw blauwe ogen worden nu gelijk veel blauwer. Want een bronzer, dat is een roestkleur. Mm-hmm. Dus die geeft een heel mooi effect op jouw kleur ogen. We gaan een heel subtiel oogmake-upje maken, maar wel doeltreffend. Oké. We beginnen met een bruin potlood. Dit potlood. Oh, de hond heeft hem nu. Je houdt niet van een eyeliner, of je houdt wel van een eyeliner, maar je houdt niet echt van een streep op je oog. Nee. Gebruik je potloodje aan de buitenkant, kijk even naar mijn oog. Aan de buitenkant van je oog om de richting aan te geven. Onder of boven? Boven. Hier. Een klein beetje omhoog. Heel mooi, andere kant ook. Is dit? Niet te veel naar je slapen trekken, maar echt een beetje omhoog, want anders wordt het veel catwoman. Oké. Okay. Ja? Dat kan ook leuk zijn. Maar je hebt nu je richting aangegeven en daarbij heb je eigenlijk je ogen al iets groter gemaakt. Nu pak je je oogschaduw en je pakt een klein penseeltje. Deze? Nee. Naar achteren. Nee. Naar links. Die klein. Nee, dat is voor je wenkbrauw. Nee, dat is voor je aderen. Daarachter zit een kleintje. Die? Dat is hem. Dan pak je een donkere kleur. Die? Ja. Oké, de arcadeboog, dat is het schaduwgedeelte tussen je ooglid en je wenkbrauwboog. Oké, stop de persen. Heel veel mensen weten niet waar de arcadeboog zit. Nou, daarom leg ik het nog een keer uit. Dus je hebt je ooglid, wenkbrauwbot. Ja. En het schaduwgedeelte, de plooi die er wel of niet zit, want niet iedereen heeft hem, of als je een beetje overhangend ooglid hebt, dan is die moeilijk te vinden. Maar dat is het gedeelte. Je kan het ook een beetje voelen. Want je voelt hier dat bot van de oogkas. En eigenlijk daarin zet je een schaduw. En door die schaduw creëer je een licht- en donker effect. En dat maakt de ogen optisch groter. Dus van buiten naar binnen veeg je een klein beetje. Ja. Maar zo donker? Ja. Maar we zetten hem nu neer. Andere kant ook doen. En dan gaan we zo blenden. Nou, ik vind het niet heel mooi uitzien. Nou, maar we zijn nog niet klaar. Nee. Oké, dan pak je een iets grotere kwast. Ga je mee blenden. Ga je over het product heen en veeg je zodat het vloeiend van iets naar niets gaat. Ja. Heel vaak laat ik het hierbij, want je hebt nu al gecreëerd, je huidskleur is als het ware je lichte kleur. Maar als je dat effect wil versterken, dan kan je nog een lichte kleur op het ooglid gebruiken. Dus wat je dan thuis moet hebben, ongeacht welk merk, is een donkerdere oogschaduwkleur? Een lichte en een donkere oogschaduwkleur. Maar dat hoeft niet bruin te zijn. Dat hoeft zeker niet bruin te zijn, dat kun je in allerlei kleurvariaties doen. Maar misschien gaan we daar nog eens een aparte tutorial. Ja, want dit is, als jij een basis wil doen, dat je naar je werk gaat, weet ik veel, dan moet je niet, vind ik, een donkerblauwe en een lichtgroene. Nee, zeker niet. Nee. Maar goed, het gaat uiteindelijk, het gaat om het principe van licht en donker. En nu mag je mascara. En lekker, ik hou van mascara. Ja, maar oké, nu hebben we dus een probleem, want, en jij weet wat ik nu ga zeggen. Ja. Ik doe altijd eerst mijn mascara, want ik knoei. Dat vind ik subtiel uitgedrukt. Oei, ik knoei. Ik heb al het gevoel dat je een panda probeert na te doen. Ja, maar dan kan ik het dus wegvegen. En nu? Ja, nu ga je iets meer je best doen en zorgen dat je niet knoeit. Nee. En de verhouding is een beetje 80-20. Dus 80% op je bovenwimpers. En 20%... 20? Ja. Ja, 70, 30. Bij mij staat er 200 en 100. Nee, als je namelijk heel veel aan de onderkant doet, heb je toch een gouden kans dat je ogen een klein beetje naar beneden gaan hangen. Oh, dat is. En als je heel veel mascara naar bovenkant doet, dan ga je juist je ogen optisch liften. Zeker bij een bepaalde leeftijd. Nou hou jij van een zwart potloodje in jou. Ja. Maar dat is niet altijd nodig. Nee, dus het volgende stapje, dat is heel erg jij.
We gaan nog even naar je lippen. En de wenkbrauwen. Ja, de wenkbrauwen mag ik nog ietsje bijwerken. Ik haal van volle wenkbrauwen. Alleen ga wat meer in volume, dus in grootte, maar ga wat terug in kleur. Oh. Snap je wat ik bedoel? Dus je kunt best wel volle wenkbrauwen maken, maar gebruik daarvoor een wat lichter, een blondkleurig potlood. Pak je lippotlood. Gebruik een lippotloodje om de vorm van je mond aan te zetten. En er ook voor te zorgen dat je lipstick die je eventueel gebruikt niet zo doorloopt. Eigenlijk het belangrijkste vind ik is dat je eigenlijk je mond iets mooier kan schetsen. Maar wat veel mensen willen weten natuurlijk, ook wat de Kardashians en Kylie Jenner doet, is je mond groter maken. Ja. Maar hoe doe je dat zonder dat je lijkt alsof je met je hoofd tegen een bus bent? Nee, het mooiste is, je hebt je lip. Als je goed van dichtbij kijkt, zie je je lipkleur. Dan krijg je een soort van bolling en dan loopt die lip terug. En als je zeg maar niet op je lipkleurrand, maar net op die bolling je potloodje zet, dan krijg je optisch een vervolling van je lip. En heel veel meer dan dat zou ik eigenlijk niet doen. Dan wordt het toch wel vaak heel onnatuurlijk. Nou, je bent het. Kijk Carlos, ik was het. Jij kende mij niet hè, toen ik binnenkwam. Ik was het. Chantal. Ja, ik was het. Jij bent het. Nou, kijk even in de camera. Jong, jeugdig, fris, fruitig. Oh, poef. C'est moi. Je smoke up like this. Je smoke up like this. Oh, ik ben net wakker. Ja. Heb je lekker geslapen? Nu staan die wimpers hier. Ja, zullen we toch even wimpertjes doen? Ja, maar dan weten jullie dat dit dan niet is normaal hoe je dat door de week hoeft te doen. Toch? Hoeft niet, maar wel leuk. Oké, nu tips. Want heel veel mensen, ik niet, want dit moest ik in theater altijd zelf doen, vinden het moeilijk om een wimper te plakken. Begrijp ik. Dus hoe plak je het beste een wimper? 1. Je pakt op lijm. 1. Op maat knippen. Dat is een dus belangrijke. Je past hem eerst zonder lijm. Precies. Vervolgens pak je je lijm, het liefst een zwarte lijm. Ja. Dan kun je je nog een klein foutje permitteren. De lijm aan je wimper. Ja, goed. Maar jij doet het met een pincet, maar dat kan ik niet. Nee, maar dat hoeft ook niet. Je mag het ook zo doen. En eigenlijk het allerbelangrijkste is dat je niet even te veel laat drogen. Ah, en dan moet je net dat knikpunt vinden dat hij een beetje sticky wordt. Want zet je hem te snel op, gaat hij zwemmen, gaat hij overal naartoe. Ja. En als je hem te lang wacht, dan is het te droog en dan doet het niks meer. En dan zet je hem in het midden en vervolgens druk je de zijkant aan. Oké. Okay. Ja. Je ziet wat doet een wimper en wat doet een wimper niet. Wat doet een wimper? En wat doet een wimper niet? Dat is wel erg goed. Kijk even. Nou, kind kan wel eens. Hartstikke knap. Ja, het is een kwestie van smaak. Ik zou persoonlijk dan nog iets meer mascara aan de onderkant doen, maar... Ja. Kijk even goed. Mis je iets? Zou je nog iets kunnen toevoegen waarvan je denkt, nou... Nee, ja, ik één voor deze... Oh. Heel klein beetje. Gooi het maar. Glans. Ja? En dan doe je een heel klein beetje op je jukbeen. Dus net boven je bronzer. Dat is hier. Van daar naar daar? Want altijd daar waar je het meeste wil hebben, daar begin je juist. Oké. Dus daaronder zit een klein beetje shape. En hier doe je het een klein beetje op. Het is subtiel, maar het geeft wel gelijk een heel fris effect. Oh. Dat valt tegen. Je moet het even wassen. Oké, en haar doen we de volgende keer. Volgende keer doen we een haartutorial. Oké, ben ik geslaagd voor de eerste keer? Nou, ik vind dat je dat hartstikke goed gedaan hebt. Voor een natural effect, zie je? Ja. Gewoon voor een fris natural effect, vind ik dit heel mooi. Ja. Zonder mij kun je dit? Ja, ik kan het nu wel zonder jou, ja. Okay. Het is alleen wat moeilijk te qua... Zonder jou heb ik veel minder make-up. Maar het is wel moeilijk, de hoeveelheden. Ja. Dat maar je ziet, make-up moet je altijd subtiel aanbrengen. Want je kunt altijd toevoegen. Als je, god, ik vind jij een ogen. Nee, je moet niet meteen gaan verven. Niet te veel. Dus bouw het op. Oké. Nou, ik ga lekker binnen zitten. Ja. Niemand die dit nu ziet. Je man. Mijn man. Dat is ook leuk voor hem. Dat is ook wel eens leuk dat hij zit mij al een paar weken. Zonder make-up. In een pyjama zonder make-up. Volgende keer haar. Haar, ja.